De prijzen aan de pomp zijn per vandaag wederom bijgesteld. Voor diesel is de prijs stabiel gebleven op 19 SRD 87 cent per liter. Terwijl voor gasoline er nu 24 SRD 88 cent en voor super unleaded SRD 30 41 moet worden betaald. In een persbericht zegt het CDS dat de benzineprijzen steeds worden berekend op basis van de gemiddelde centrale bankkoers en de wereldmarktprijs van de afgelopen maand. Ondanks de daling van de wereldmarktprijs wordt de dieselprijs nog steeds gesubsidieerd. Voor september staat de subsidie op 165 miljoen SRD. De retentieregeling voor vreemde valuta geldt niet langer alleen voor de goudsector. Deze regeling maakt mogelijk dat exporteurs alle valuta via lokale banken terug in het land moeten brengen. 35% van alle exportvaluta wordt beschikbaar gesteld voor de lokale banken. De inkomsten uit de diverse sectoren zullen hierdoor direct beschikbaar zijn voor het bankwezen. Dit is de eerste maatregel van het team dat door president Santokki is samengesteld om de koers te beteugelen. In het team zitten de governor van de Centrale Bank, de deviezencommissie, de cambio's en een clusterteam van ministers. De regering zal ook overgaan tot het interveneren om de koers te beteugelen. Deze maatregel zal de vraag naar dollars moeten verlichten.